Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Eredivisie Voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er is gebeurd in speelronde 30 van de Eredivisie, maar natuurlijk ook naar het feest wat Ajax, het Ajax-episode heette, namelijk de drie wedstrijden die Ajax moest voetballen voor dit weekend. Dat waren nogal wat wedstrijden, laten we daar eerst eens naar gaan kijken. Ajax moest eerst voor de Europa League tegen AS Roma. Dat werd 1-1, waardoor ze zijn uitgeschakeld. Dus voorlopig even geen extra Ajax-wedstrijden meer. De finale van de KNVB-beker werd wel gewonnen door Ajax. 2-1 wonnen ze van Vitesse. En de inhaalwedstrijd Ajax-FC Utrecht eindigde in 1-1. Dan gaan we kijken naar de uitslagen in de Eredivisie speelronde 30. Willem II won met 1-0 van RKC. Heerenveen PEC Zwolle werd 0-2. Sparta won met 2-0 van VVV. PSV wist de 1-0 over de streep te trekken tegen Groningen. FC Emmen won heel knap door 3 goals van De Leeuw met 3-1 van Heracles. ADO verloor weer met 0-3 van Fortuna. Twente Utrecht werd 1-2. Feyenoord Vitesse werd 0-0 en Ajax won met 2-0 van AZ. Wat betekent dat Ajax officieus kampioen is. Ze gaan het niet meer uit handen geven. Ajax staat natuurlijk bovenaan dan met 76 punten. Dan komt PSV met 64 punten. AZ staat derde met 61 punten. Dan komt Vitesse met 57 punten. Feyenoord staat vijfde met 55 punten. FC Utrecht zesde met 47 punten. FC Groningen zevende met 46 punten. Heracles staat achtste met 38 punten. FC Twente staat negende met 37 punten. Ook Heerenveen, Sparta en Fortuna hebben 37 punten. PEC staat dertiende met 35 punten. Dan komt RKC met 26 punten. Willem II staat 15e met 25 punten. En Emmen, het is alsnog gelukt. En niemand had dat voor mogelijk gehouden. Ze zijn op dit moment uit de extreme gevarenzone. Natuurlijk nog wel op play-off stand. Maar ze staan maar 1 punt achter Willem II. En maar 2 punten achter RKC. Dus er kan nog van alles gebeuren voor Emmen. VVV is helaas onder die rode streep gezakt. En staat 17e met 22 punten. En onderaan staat ADO, die het echt niet meer gaat redden, naar mijn gevoel. Met 16 punten. Dan kijken we naar de voorspellers top 8. Luc staat natuurlijk nog steeds bovenaan met 263 punten. Mikey staat tweede met 249 punten. Dilano staat derde met 248 punten. Dan komt Nak met 239 punten. Jarno staat vijfde met 237 punten. Dan komt Jesper met 229 punten. En Massimo en Tijn staan gedeeld zevende met 220 punten. En onze weekwinnaar is Dilano. Hij had echt veruit de meeste punten. 15 punten even uit mijn hoofd. Dat heeft hij heel goed gedaan. En de volledige stand staat natuurlijk weer in de beschrijving. Dan gaan we door naar speelronde 31 van de Eredivisie. Heracles moet tegen VVV, Fortuna ontvangt FC Twente, RKC moet thuis tegen AZ, Vitesse ontvangt PEC Zwolle, FC Utrecht moet tegen Willem II, ADO moet tegen Feyenoord, Ajax ontvangt Emmen voor de kampioenschaal, dat is echt onoverkomelijk. FC Groningen moet tegen Sparta en als laatste wedstrijd hebben we PSV tegen Heerenveen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog en vergeet zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Wil je nou met een paar van de mensen die meedoen met Eredivisie voorspellen gaan kletsen over voetbal, dan kan dat in de Discord. Ook daarvan staat de link in de beschrijving. En ik heb waarschijnlijk goed nieuws. Het is 99% zeker dat we een EK 2021 voorspellen gaan doen. Dus kijk daar alvast naar uit. Ik zie jullie de volgende keer. Adios, amigos.